Heilige Geest, ik heet u welkom tijdens dit gebed. Dit krachtige nieuwe gebed wat wij samen gaan bidden, wat jij mag beluisteren. Dit gebed bid ik dat jij vol vuur en vlam gaat staan voor de levende God. Ik bid dat jij aangeraakt mag worden door zijn Heilige Geest. O Heilige Geest, wil u waaien. Wil u waaien in de huizen van de mensen die dit gebed op dit moment beluisteren. Wil u waaien in de huizen van de broeders en zusters die u zoeken, die u nodig hebben. Dat zij in uw tongentaal mogen gaan spreken. Als ze daar een verlangen voor hebben. Dat zij mogen gaan spreken woorden van leven en woorden van waarheid in de machtige naam van Jezus Christus. Dat zij genezing mogen ervaren, bevrijding. Oh, halleluja. Kirabasia da 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 da. Kirobosondo do do do. Ja, halleluja. O, grote geest van God, wij heten u welkom. We hebben u nodig, o geest van God. Wij heten u welkom, o geest van God. O, doe uw werk in mij. Spreek door mij heen, halleluja. Ja. Spreek door mij heen, o Heilige Geest. Spreek door mij heen, halleluja. O Heilige Geest van God, vul ons opnieuw. Vernieuw ons denken. Laat ons anders zijn dan wij waren. Dat wij niet weer teruggaan naar onze oude natuur, maar dat wij een nieuwe creatie mogen zijn in u. Dat wij een vernieuwde blik mogen hebben. Dat wij mogen kijken naar de wereld om ons heen zoals u naar ons kijkt, o Heer. Dat wij mogen gaan denken, handelen en wandelen zoals u wilt dat wij dat doen, Heer. Laat ons niet zijn zoals de mensen van de wereld, maar laat ons een licht zijn in die duistere wereld om ons heen. Laat ons anders zijn, anders reageren. Help ons, Heer, om de vruchten van de geest te hebben. Maak ons langmoedig, zachtmoedig, vriendelijk, geduldig. Geef ons alle vruchten van de geest, zodat het herkenbaar is dat wij uw kinderen zijn. Dat het herkenbaar is dat wij u dienen, o God. Want wij willen u dienen. Wij hebben een verlangen om u te dienen. En wanneer wij dat gaan doen, dan gaan wij op ieder vlak in ons leven een verandering zien. Wanneer wij God de ereplaats geven, wanneer wij hem aanbidden, wanneer wij zijn aangezicht zoeken, dan gaan wij een verandering zien op ieder vlak van ons leven. O Vader, wij heten u welkom in ons leven. Wij willen meer van uw geest, meer van uw waarheid. We willen u, we zijn op zoek naar u, o Vader. We hebben u zo hard nodig in deze tijd van angst, in deze tijd van hoge rekeningen. O Heer, wij roepen uit naar u, o Abba, Vader. U zorgt voor ons, o Heer. U bent hoog verheven boven alles. En u zit op uw troon en u hoort al onze gebeden. U kent al onze noden, Heer. Keer op keer mogen wij weer voor uw troon komen en uw aangezicht zoeken. Want u bent onze Vader en u zorgt voor ons, o Heer. En ik wil u danken, Heer, dat u voor ons zorgt, dat u van ons houdt. En laat dit een herinnering zijn voor een ieder die dit vandaag nodig heeft. Jij luistert dit gebed niet voor niets op deze tijd. Dit gebed is voor jou. Deze woorden zijn voor jou. Het zijn woorden van bemoediging, woorden van leven. Want de Heilige Geest brengt leven. De Heilige Geest brengt iets nieuws in jou. Het is een nieuw seizoen, een seizoen van overwinning, een seizoen van leven. Een seizoen waar wij vrijheid gaan ervaren in ons lichaam, in ons denken. Waar je denken compleet vernieuwd wordt. Waar je bevrijd wordt van je oude gewoontes. Misschien wil je wel stoppen met roken. Misschien wil je wel stoppen met bepaalde programma's kijken. Misschien wil je wel stoppen met woede. En boosheid. En ben je klaar met je oude reacties? In de naam van Jezus wil ik bidden voor een ieder die een nieuwe creatie wil zijn in Jezus Christus. die zijn nieuwe ik wil gaan zijn. Niet zijn oude ik, maar die nieuwe persoon die jij bent, omdat jij Jezus Christus hebt aangenomen. En wanneer jij hem aanneemt, ben jij ook vrij. Dan ben je ook toegevoegd aan de familie van God. En dat betekent dat jij anders moet zijn. Dat betekent dat jij een verlangen moet hebben om anders te denken. Wanneer misschien mensen om je heen boos reageren, reageer jij in rust en in vrede. En dat doe je niet in je eigen kracht, maar dat doe je door de kracht van de Heilige Geest. En als jij denkt op dit moment, dat heb ik nog niet, ik ken dat nog niet, dan wil ik voor jou op dit moment gaan bidden. Ik zelf heb ook die mooie ervaring mogen hebben in mijn leven. Dat ik naar mezelf keek en dacht, ik lijk niet op een christen. Maar ik wil wel die vruchten van de geest gaan hebben. En daar ben ik voor gaan bidden. En zo ga je zien dat langzaam, maar zeker ga je veranderen in een ander mens. Mensen gaan zien dat er iets anders aan jou is. Je boosheid, je woede en je frustratie mag je bij de Vader brengen. En je mag zeggen, Heer, vandaag wil ik anders zijn. Ik wil anders gaan reageren. Ik wil een nieuwe creatie zijn in u, o Heer. Vader, ik bid voor alle broeders en zusters die dit willen. Voor ieder die dit beluistert en op dit moment denkt, dit wil ik. Leg je hand op je hart en zeg, Vader, wil u mij maken, Heer? Zodat ik de vruchten van uw geest heb. Dat mensen mogen herkennen dat jij een kind bent van God. Dat jij anders denkt, dat jij anders reageert, dat jij anders praat. Ook vloeken en schelden. Broeders en zusters, ik bid dat jullie vrij mogen zijn van iedere geest die jullie laat vloeken. Voor iedere geest die jullie laat schelden. Dat wij anders mogen praten. Dat wij anders mogen denken. O Vader, wil u ons vernieuwen van binnen en van buiten. Dat wij niet meer zullen spreken met vloeken en scheldwoorden. Maar dat wij een nieuwe creatie mogen zijn in u, o Heer. Halleluja. Kurabasandadadada, kirabasia. Robobobobo, kirabasandadadada, Robosondo. Halleluja. Ik spreek tegen iedere geest van het verleden. Iedere geest die jou dingen laat zeggen en doen die jij niet meer wilt doen. Oh, ik bid dat de Heilige Geest jou opnieuw mag vullen. Ik bid dat jij nooit meer wil gaan vloeken. Dat jij niet meer wil gaan schelden. Dat jij andere woorden gaat spreken van leven. Dat jij niet meer zo gaat praten tegen mensen. Dat je geen woedeuitbarstingen meer hebt. Maar dat jij rust en vrede mag ervaren in de naam van Jezus Christus. Oh, ik bid voor vernieuwing in jullie lichamen. Ik bid voor vernieuwing in jullie denken. Dat alle oude gewoontes zullen loslaten in de naam van Jezus. Dat jullie geen verlangen meer zullen hebben om te roken. Dat jullie geen verlangen meer zullen hebben naar jullie oude dingen die jullie deden. Laat los van je oude leven en stap dat nieuwe leven in met de geest van God. Vraag de Heilige Geest om hulp iedere dag opnieuw. Vergeet het niet, maar vraag hem iedere dag opnieuw voor kracht om niet meer die dingen te doen die je niet wilt doen. Want in je hoofd heb je die plannen om dat niet te doen. Maar toch trekt er iets. En ik bid dat wat ook aan jullie trekt, dat het zal loslaten in de geest, in de machtige naam van Jezus. Dat die banden mogen worden verbroken met het verleden. Dat je vrij mag zijn van je verleden in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Ik bid dat er nieuwe creaties in Jezus Christus mogen gaan opstaan. Dat je je oude leven mag begraven en achter je mag laten. En dat je mag gaan staan in die overwinning wat er is behaald op Golgotha. Dat is ook voor ons. Dat is ook voor onze oude gewoontes. Voor onze oude verslavingen en oude verlangens. Die dingen gaan wij niet meer doen. Wij gaan vooruit en wij laten het verleden, laten wij los in de machtige naam van Jezus. Wij gaan wandelen en handelen zoals God wil dat wij dit doen. Ja, Vader, wil u de ogen en de harten openen van de broeders en zusters. Vader, wil u aan hun openbaren wat u wil dat zij gaan doen en dat zij gaan zeggen. Wil u dingen in hun huis laten zien die zij hebben, die te maken hebben met occultisme. Ik bid dat jullie deze voorwerpen zullen verwijderen. Als er iets op je hart is. Als er iets in jouw huis is. Wat de Heer wil dat jij verwijdert. Omdat het jou belemmert. Dan wil ik dat jij deze dingen weggooit. Als de Vader dit tot jou spreekt. In de machtige naam van Jezus bid ik dat voorwerpen naar boven zullen komen. Die jullie belemmeren om vrijheid te ervaren in jullie huizen. Ik bid tegen dingen in jullie huizen. Die jullie belemmeren voor vrijheid. Halleluja. Mogen het sieraden zijn, mogen het voorwerpen zijn, schilderijen, foto's, muziek van je verleden, boeken. Ho, rabasia, da 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 da. Kirobo sondo. Iedere vorm van occultisme, wat daar ook is verstopt in jullie huizen aan voorwerpen. Dat het boven water mag komen in de naam van Jezus. Dat deze dingen uit jullie huizen verwijderd mogen worden. Zodat jullie een huis kunnen hebben wat rein en puur is, wat schoon is voor God. Niets wat tussen jou en God meer in staat. Niet in het geestelijke en niet in het lichamelijke. Want deze dingen willen wij niet meer met ons meenemen. Die willen wij niet meer met ons meedragen. Halleluja. In de machtige naam van Jezus bid ik voor alle voorwerpen in jullie huis. Ik bid tegen dingen die jullie uit jullie verleden hebben meegenomen. Dat jullie eens hebben beseft dat deze dingen van de boze zijn. Dingen die mensen in jullie levens hebben geplaatst. Om jullie te vervloeken. Dat het jullie geopenbaard mag worden. In de naam van Jezus. Halleluja. Vader, wil u ons allen beschermen, Heer. Tegen ieder duister plan. Wat mensen hebben gesmeed tegen ons. Oh, ik bid. Dat daar ook vernieuwing mag zijn in jullie levens. Dat jullie nieuwe vriendschappen mogen krijgen. Nieuwe relaties. Dat er nieuwe dingen mogen opbloeien in de machtige naam van Jezus Christus. Ja, dat er nieuwe dingen mogen gaan groeien. Het is lente. Het is het nieuwe seizoen. Een seizoen van nieuw. Verfrissing. Bevrijding. Oh, halleluja. En jullie moeten ook gaan staan op die bevrijding die God jullie heeft gegeven. Jullie hoeven niet te leven in gebondenheid. En wat jullie ook gebonden houdt, dat het mag worden gebroken in Jezus' machtige naam. Dat die ketenen en kettingen zullen afbreken. Halleluja, in de naam van Jezus. Oh, ik bid voor complete vrijheid. Oh, rabasia, da 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 da, kurobosondo. Rikarabasia, ba 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 ba, kuramasanda. Halleluja. Ik voel de kracht van de Heilige Geest. Oh, rabababababa, ikarabasondo. Ja, vrijheid in jullie lichamen, vrijheid in jullie denken. Ik wil dat jullie niet belemmerd zullen worden, maar dat jullie denken ook niet bevuild zal zijn, maar dat jullie denken vrij zal zijn van het denken van de wereld. Ik bid dat jullie mogen gaan denken en dat jullie blik gefocust mag zijn op de eeuwigheid. En mogen beseffen dat wij voor eeuwig en altijd met God zullen leven. Maar tot die tijd bid ik dat jullie rein en puur mogen zijn voor Hem. Dat jullie die nieuwe creatie die jullie zijn in Hem, dat jullie dat mogen gaan ervaren in jullie lichaam, in jullie denken, in jullie leven. Dat jullie niet belemmerd mogen worden door de boze. De boze liegt. Hij komt om te stelen, om te bedriegen. Maar jullie zijn vrij in de machtige naam van Jezus. Vrij van dit denken. Vrij van het verleden. Oh, halleluja. Onze God is groter en machtiger dan wat dan ook. Zijn plannen zijn perfect. En ik bid dat jullie allemaal op het pad mogen gaan wandelen wat God voor jullie heeft. Want het plan wat Hij met jullie heeft is 10.000 keer beter dan het plan van de boze. Het lijkt misschien even moeilijk, maar wanneer je op het smalle pad wandelt met God, ben je gezegend. Halleluja. En ik bid dat jullie ook allemaal die zegeningen mogen gaan zien en ervaren in jullie leven. Dat jullie niet alleen dit mogen dromen en niet alleen mogen zeggen, maar dat jullie dit waarlijk gaan zien. Halleluja. Broeders en zusters, jullie gaan verhuizen. Jullie mogen je tent weer op gaan pakken en door deze reis doormaken naar de volgende bestemming. Halleluja. Wie is klaar voor de volgende bestemming? Wie is klaar om die volgende stap te zetten? Zet het niet alleen, maar zet het met God. Stap in de geest. We zetten die stap in het geestelijke op dit moment. We nemen die stap voorwaarts in het geestelijke. Ja, Vader, en u gaat met ons mee. Wij willen die volgende stap gaan bereiken met u, o Heer. We willen die volgende stap gaan zetten. We willen onze tent weer oppakken. We willen die verhuisdozen gaan inpakken. De volgende stap waar u wilt dat wij gaan, daar zullen wij gaan. Wij zullen gehoorzaam zijn aan u, Heer. Wij zullen gehoorzaam zijn aan uw woorden, aan uw plannen, o Vader. Wil u het openbaren aan de broeders en zusters, Heer. Wat uw plan is met hun leven, wat uw plan is met hun kinderen. Wat uw plan is met de gemeentes, o Heer, waar zij komen. Vader, wil u een ieder zegenen, o Heer. Wil u een ieder bevrijden, o Heer. Wil u een ieders ogen openen, o Heer. Want we hebben u zo hard nodig, o Vader. We kunnen niet zonder u, o Heer. Ook al denken wij dat wij het in onze eigen kracht kunnen. Vader, u lacht ons uit, Heer. Want u weet dat wij u nodig hebben. Wij hebben uw woorden nodig, uw kracht, uw liefde, uw leven. O Allerhoogste God. Wij roepen uit naar u vandaag, Heer. En u heeft ons gehoord, want u hoort ons, Heer. U ziet ons, Heer. U heeft ons gemaakt, Heer. En u weet alles van ons leven. Wij mogen voor uw troon komen en weten en beseffen, Heer, dat wat u voor ons heeft perfect is. Uw plan voor ons leven is goed. En ik bid dat jullie dat ook mogen gaan weten en beseffen dat wat God voor jullie heeft perfect is. En ook al zeggen mensen in je omgeving iets anders, wat God zegt voor jou is het meest belangrijke. En ik bid dat jullie zijn stem mogen gaan herkennen. Dat jullie zijn woorden mogen gaan herkennen. De dingen die hij tot jullie spreekt. De woorden, de waarheden. Dus openbaar aan in ieder wat u tot hun wil zeggen. Dat zij uw stem mogen gaan herkennen, Heer. Dat zij uw woorden mogen gaan spreken. Ja, Vader, dank u wel voor uw woord, Heer. En ik wil nog wat lezen in Filippenzen 2, vers 13. En daar staat, God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wil gehoorzamen. En dat u dat ook doet wat hij van u vraagt. Oh, dit is precies wat ik heb gezegd. Zo bereikt hij zijn doel. Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen. En die de mensen het woord voorhouden dat het leven geeft. Dan zal ik mij op de dag dat Christus terugkomt daarover kunnen verheugen dat al mijn werk onder u niets voor niets is geweest. Ja, dit is prachtig. En ik ga het nog één keer lezen. God is onder u aan het werk. Hij zorgt ervoor dat u hem graag wilt gehoorzamen en dat u ook doet wat hij van u vraagt. Zo bereikt hij zijn doel. Doe alles zonder mopperen en zonder ruzie, zodat niemand een kwaad woord van u kan zeggen. Leef in deze ontwrichte, bedorven wereld als zuivere, onschuldige kinderen van God. Want in deze wereld bent u als sterren die het licht van God uitstralen en die de mensen het woord voorhouden dat het leven geeft. Dan zal ik mij op die dag dat Christus terugkomt erover kunnen verheugen dat al mijn werk onder u niets voor niets is geweest. Dit prachtige Bijbelvers en dit woord geschreven door de apostel Paulus. Deze dingen die hier staan, deze dingen zijn woorden van leven, woorden van waarheid. En er staat ook over gehoorzamen. Het gehoorzamen van God. Wanneer wij dat doen, dan laten wij ook wat zien. Zo bereikt God zijn doel. En er staat hier, God is onder u aan het werk. God is aan het werk in ons. Wanneer wij het niet zien, wanneer wij het niet weten. Daarom is het belangrijk om je hart voor hem open te stellen, zodat wij het licht kunnen zijn in deze wereld. Dat is het belangrijke. Maar misschien ben je nu met jezelf bezig. Misschien heb je nu veel dingen aan je hoofd. Begin met jezelf. Wanneer jij God gaat zoeken, wanneer jij hem gaat gehoorzamen, wanneer jij gaat doen wat hij van jou vraagt. Dat vergt tijd en energie. Dat je intimiteit met God hebt. Dat je een relatie met hem hebt. Dat je een vriendschap met hem hebt. Een band met hem hebt. Dan kan je zijn stem herkennen. Dan kan je gaan doen wat hij van je vraagt. En wanneer je dat gaat doen, dan ga je dingen zien veranderen in jouw leven. Broeders en zussen, dit zal niet gaan zonder enige moeite. Dit kost moeite. Dit kost tijd. Dit kost energie. Maar wanneer je dit gaat doen, dan ga je de vruchten hiervan zien. Je gaat de vruchten hiervan zien. En zo ben ik ook begonnen met dit gebed. En zo zal ik ook eindigen met dit gebed. Ik bid dat jullie allen het verlangen zullen hebben om de vruchten te gaan zien van God in jullie leven. Om de vruchten te gaan zien van de energie en de moeite die jullie hebben gestoken in een relatie met God. Zodat jullie verandering mogen gaan zien in jullie hele leven. In jullie omgeving. Zodat jullie ook mogen gaan zien dat jullie een nieuwe creatie zijn in hem. O Vader, ik bid dat dit zal veranderen in de harten van mijn broeders en zusters die dit gebed hebben beluisterd. Dat dit verlangen in hun harten nooit zal verdwijnen. Maar dat ze altijd zullen verlangen om te doen wat u wilt dat zij doen, Heer. Dat zij gehoorzaam mogen zijn aan u. En dat u daardoor door hun heen kan werken, o machtige en krachtige God. Halleluja. Dank u, Vader, voor de mogelijkheid om weer een gebed uit te spreken. En om bemoedigingen uit te spreken voor mijn lieve broeders en zusters. Vader, ik bid voor ieder die dit gebed heeft beluisterd. Dat zij nieuwe kracht mogen ontvangen. Dat zij nieuw leven mogen ontvangen in hun lichaam. Dat zij bevrijding mogen ontvangen in hun lichaam en in hun denken. Dat hun denken vernieuwd mag worden door mijn woorden. Halleluja, Heer. Uw beloftes zijn ja en amen, Heer. En wij staan op uw woord. Uw woord is waarheid. En ik bid dat die waarheid in hun leven zichtbaar mag zijn. Halleluja, Heer. Prijs uw grote naam alleen. U bent onze God, hoog verheven boven alles. En ik dank u dat u mijn God bent. Ik dank u voor mijn lieve broeders en zusters die dit gebed hebben beluisterd. O, Heilige Geest, doe uw werk in ons. Doe uw werk in ons. Wij verlangen naar u. We verlangen naar uw woorden en uw waarheden. Halleluja. Amen, o Heer.